Timothy bij de vier is gek op scooters. Al sinds zijn 11e sleutelt hij eraan en hij heeft van zijn passie zijn werk gemaakt. Hij sleutelt nu professioneel bij een scooterwinkel in Lelystad. En scootergek als hij is, rijdt hij natuurlijk van en naar het werk met, jawel, een scooter. Tenminste, Timothy is een jongen met fantasie. Wat hij ziet, dat kan hij bouwen. Hij zag een clipje van iemand die een jetski of een waterscooter had omgebouwd en toen dacht hij, dat kan ik ook. Timothy bij de vier, waar rij jij nou op? Op een scootskidoo. Een wat? Een scootskidoo, dat is een waterscooter met wielen. Dus het is origineel een waterscooter. Daarvan heb ik hem gemodificeerd en een scooterframe eronder geplaatst. Deze heb ik verstevigd en als het ware omgebouwd tot een scooter. Met een beetje zoeken vond hij een oude waterscooter en die bouwde hij in 2 weken om tot scootskidoo. Dat is een jetski, maar dan voor op het droge. Zijn eerste ritje werd door iemand gefilmd en op TikTok gezet. Oh my god! Ik had hem net af en mijn neefje was jarig. Ik dacht, weet je, we gaan een ijsje halen. Dus ik rijd naar de stad en even brutaal pak gewoon de waterscooter. En ik rijd in de stad en ik kom terug en in één keer hoor ik pling, 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 pling. En mijn telefoon roodgloeiend. Ik kreeg alleen maar berichten zo van, ja, ben jij dit? En je gaat helemaal viraal. En de volgende dag later, ik kijk. En het heeft zoveel views. En het bleef maar bekeken worden. En ik bleef het maar delen. Ja, dat is toch wel mooi. Timothy heeft dus een jetski die weg weet met asfalt. Maar heeft hij daarmee een scooter die van wanten weet op het water? Nog niet. Maar daar ben ik zeker van plan. Hoe deze nu bij staat... wil ik eigenlijk iets maken waardoor ik hem met een knopje kan drukken, dat hij zichzelf opblaast en dat hij zo het water in kan. Een soort hovercraft? Een soort hovercraft inderdaad, ja. Vanaf de buitenkant is het een waterscooter, maar dan blaast hij zichzelf aan de onderkant erbij uit en dan kan hij gewoon het water in. Maar mag Timothy met zijn scootskidoo eigenlijk wel op de weg? Zeker weten doet hij het niet, maar hij heeft, zo zegt hij zelf, de jetski scooter zo gebouwd dat hij aan alle regels voldoet. Ik heb ervoor gezorgd dat ik alles werkend heb. Dus ik heb een kenteken op de scooter, ik heb een koppel, de verlichting klopt allemaal. Ik heb de knipperlichtjes erop zitten. Dus eigenlijk is hij gewoon compleet legaal volgens de richtlijnen van het RDW. En dat vinden mensen toch wel heel gaaf dat ik het zo heb gemaakt. Ook heel vaak, weet je, het was voor mij, hij moest echt goed zijn. Ik ging er pas mee de weg op, wanneer echt de knipperlichten erop zaten. En dat hij gewoon net, dat het net een scooter is. Dat is een hele andere behuizing. En ja, ze vinden het te gek. En als ik de McDonald's sta, dan noem ik het de McDrive. En dus iedereen vindt het heel, heel mooi om te zien. Over supersnelle auto's wordt wel gezegd dat ze een zekere aantrekkingskracht hebben op de dames. Wat Timothy betreft is zijn scootskidoo een echte babe magnet. Dit is wel een magneet inderdaad. Dit is wel, iedereen wil hier wel een rondje achterop. Ja, hier komen de dames wel op af. Ja, dit is echt een, dit is wel echt een, vinden ze wel leuk. Als er een mooie meid is die achterop wil, dan... Het is maar lekker berichten. En dan gaan we een rondje op de waterscooter naar de McDrive.